Hey, ik ben Biko. Ik ben gevraagd om jullie te laten sporten voor het low carb diet. En nou, dat gaan we vandaag doen. We zijn hier op het prachtige terrein van Dodge Slash. En dat is eigenlijk genoeg geweest met het praten. We gaan gewoon beginnen. Hey, we beginnen vandaag met een korte warming-up. Het is vrij simpel. Het is elke keer 30 seconden stretchen. En na die 30 seconden wordt het dynamisch. Yes, dus we beginnen zo meteen hard naar je bil. All right, here we go. Goed, en dan wissel je. En dan pak je weer de andere. Yes, elke keer oppakken. Goed stretchen. Belangrijk is, knie naast je andere knie. En je probeert je heup naar voren te duwen. Dus elke keer weer opnieuw. All right, halverwege. Goed. Yes. Keurig. Rest coming up. Nou, dit is makkelijk, hè? Alright, schud het eventjes los en dan gaan we daarna gewoon naar haken billen. Dus gaan we een tempotje erin gooien. Here we go. Exercise. 30 seconds. 7, 8, set left. Hey, ook hier probeer je de knieën naast elkaar te houden. En je probeert het tempo ietsjes op te gooien. Nou, met mate je warmer wordt. Here we go. Rest coming up. Zijn er bijna. 2, 1. Alright, here we go. Hetzelfde, maar nu met de knieën omhoog. Dus eerst een stretch. Elke keer, knie omhoog en weer rustig terug. Andere, knie omhoog, rustig terug. Probeer ook elke keer, als je die knie omhoog trekt, eventjes op je tenen te staan. Sta je even in balans. There you go. Oké, halverwege. Okay, zoek ook elke keer echt die stretch op. Dus trek dat been ook echt omhoog. 2, 1. Alright. Ik haat deze oefening, maar we gaan het wel doen. 30 seconden knie even. Here we go. 30 seconds. Yes. Set 4, 6 sets left. Keurig. Elke keer knie omhoog. Knie even voelt ook een beetje ongemakkelijk. Dat is de bedoeling. Here we go, over de helft. Kijk, nu worden we warm. 2, 1. Alright. Hartstikke goed. Hey, we zijn een beetje warm geworden. Gaan we onze balans testen. 1 been, andere hand omhoog. Naar beneden. Tik meteen aan. Kom weer terug. Yes, hele tijd. 1 been, hele tijd hetzelfde. 30 seconden lang. Kom weer omhoog. En ik zak weer naar beneden. Hey, en het belangrijke is dat ik niet alleen voorover buig, maar dat ik ook daadwerkelijk door mijn knie zak. Triple flexie zoals ze het noemen. Heup, knie en enkel. 2, 1. Tijd. Alright, gaan we naar de andere kant. 1, here we go. Exercise. 30 seconds. Ah, merk je? Misschien is de ene kant ietsjes beter dan de andere kant. Hey, wees elke keer in controle, yes? Hoeft niet snel. Wel de hele tijd in balans. Good. Rest coming up. Alright. Zijn er bijna? 2, 1. Alright. Rest. Aan het bovenlichaam erbij pakken. Hey, we gaan over in walkouts. Elke keer maak ik mezelf vol. Vanuit hier, kleine stapjes naar voren, zo ver als ik kan. Eventjes vasthouden en ik kom weer terug. Maak mezelf vol. Yes, kleine stapjes naar voren, zo ver mogelijk als ik kan. Alright. En ik kom weer terug. Hey, de challenge is, als je het kan, om te kijken of je je handen voorbij je oren kan krijgen. Eventjes vasthouden, buikspieren aan te spannen en weer terug. 2, 1. Alright, hey. Gaan we gewoon over in een plank voor 30 seconden. Span je buikspieren aan. Here we go. Hoppa. Hey. Er is vaak discussie hoe moet je je plank vasthouden. Billen hoog, billen laag, etc. Het belangrijkste is gewoon dat je bewust je buikspieren aanspant. Als je dat doet, haal je druk weg bij je rug. En we houden het vol 30 seconden. Ah, we hoeven nog maar 10. Easy.
Kom maar. 2, 1. Alright. Ik ga weer in de stretch. Blijf deze positie aanhouden. Vanuit hier. Zet ik mijn linkerbeen ernaast. En ik kom weer terug. Rechterbeen. Yes, kom weer terug. Alright. Yes, een beetje lenigheid. Here we go. Zoek ook echt die stretch op. Voel je vaak aan de binnenkant van je lies. Here we go. 10 seconden nog. Hoppa. 5. Oké, keurig. Gaan we naar commando's. Here we go. Blijf in de plank. Hoppa. Kom omhoog. Gaan we naar beneden. Kom omhoog. En gaan we naar beneden. Nu worden we echt warm. 30 seconden doen. Beetje tempo. Hey, let erop. De hand die ik als laatste terugzet, die gaat weer als eerste omhoog. Probeer je heupen zo stil mogelijk te houden. Yes, laatste 10. Good. 3, 2, 1. En tijd. Hartstikke goed. Dit was de warming up. Hopelijk zijn we warm. Yes. Beetje warm? Ja, toch? Super. Alright. Hey. Sorry. Dan gaan we verder nu in de circuittraining. Yes. Dus we gaan 5 verschillende oefeningen doen. Elke oefening doen we 3 keer. 20 seconden aan, 10 seconden uit. Als we wisselen tussen oefeningen, hebben we nog even 20 seconden pauze om even op adem te komen. Alright. Ja, we gaan gewoon beginnen. Hey, ik hou eigenlijk altijd van veel benen erin. Waarom? Ja, grote spiergroepen verbranden we het meest. Komt-ie. We beginnen met squats. Here we go. Hou daar, laag naar beneden. Kom direct weer omhoog. Yes, keurig. Hey, belangrijk is, trotse borst. Ga niet naar voren leunen. Blijf de hele tijd naar voren kijken. 2, 1. Alright, hartstikke goed. 10 seconden pauze. Hey. Doen we hetzelfde, maar ietsje zwaarder, yes? Dus nu met 1 puls erbij. Dus elke keer als we laag staan, kleine puls, weer omhoog. Here we go. Dus gaan. Laag, kleine puls, kom omhoog. Laag, kleine puls, kom omhoog. Keurig. Here we go. Hoppa. Super. 2, 1. Alright, tijd. Hartstikke mooi. Hey, volgende ronde. Net hadden we 1 puls. Nu zijn we bij de derde ronde. Doen we een dubbele puls. Yes, dus 2 keer. Here we go. 1, 2 en 3 is omhoog. Here we go. 1, 2 en 3 is omhoog. Keurig. Here we go. 3 is omhoog. 1, 2 en 3 is omhoog. 3 is omhoog. Keurig. Alright, dat was een piepjes weer. Hebben we even lange pauze. Nou, net benen gehad. Gaan we nu naar het bovenlichaam. Dus we gaan gewoon heel simpel push-ups doen. Yes, deze piepjes mogen we negeren. Volgende piepjes gaan we beginnen. Hey, alright, push-ups. Yes, 20 seconden. 3 keer. Keurig. Here we go. 2, 1. En naar beneden. En gaat omhoog. Hey, red je dit niet? Is dit te zwaar? Dan ga je gewoon op de knieën. Dat is geen probleem. Alleen het belangrijkste is dat die heupen naar beneden komen, yes? Dus je billen zakken elke keer. Dus het is niet alleen bovenlichaam, zoals dit. Het is als een gelijke plank recht naar beneden. Alright, dit was ronde 1. Nog maar 2 te gaan. Alright, even de andere aanmoedigen. Let's go. Ja, klaar voor? 20 seconden. Oké, kom maar. Laat maar zien. Let's go. Hoog tempootje. Keurig. Netjes, netjes. Nee, ik ook. Keurig, keurig. Elke keer billen naar beneden. That's it. Hey, buikspieren een beetje aanspannen, yes? Zorg niet dat je helemaal inzakt. Als een plank naar beneden, als een plank omhoog. Kijk. Dat is mooi. Alright, dit was pas ronde 2. Ja, nu gaat het zwaar worden. Ja, 3 rondes. Waarom denken jullie dat ik niet meedoe, hè? Dat snap je. 2, 1. Alright, komt-ie. Ronde 3. Laat me zien. Keurig. Keurig. Lekker, joh. Mooi. Op de vuisten. Keurig. Here you go. Probeer elke keer die chest naar de grond te krijgen. Als een plank, hè. Heupen mee, heupen mee. Keurig.
Netjes, netjes. Ja, dit is zwaar. Dit is een hele minuut push-ups hoor. Alright, keurig. Hey, hebben we even pauze. Hartstikke mooi. Hey, we gaan weer over. We hebben bovenlimb gehad. We gaan weer naar de benen. Dus zometeen. Je staat rechtop. Je stapt naar achter. Zakt door mijn been. Kom terug. Stap door naar achter. Yes. Hele tijd. Om en om. Elke keer. Wisselend. Yes. Als de piepjes gaan. 2. 1. Ah, here we go. Komt-ie. Keurig. Hey, ga weer. Andere been. Elke keer. Hey. Hoe hoger jij je tempo legt, hoe zwaarder het is natuurlijk. Yes. Dus zo kan je het voor jezelf moeilijker of lichter maken. Keurig, maar hou het gewoon vol. Yes, er komen 3 rondes aan. Dus je weet het ook. 1. Alright, keurig. Hey, was het heel makkelijk? Dan ga je het voor jezelf moeilijker maken. Doe je de hele tijd 1 been. Yes, vanuit hier achter. Kom terug hoog. Stap naar achter. Here we go. Komt-ie. Yes. Kijk, ik begin al te zweten. Hartstikke lekker weer hier. Keurig. Naar daar, 1 been. Naar achter. 1 been. Naar achter en omhoog. Hé, is het hartstikke zwaar? Ga je gewoon weer terug. Wisselend, yes. Allright, even pauze. Hartstikke mooi. Laatste ronde. Als je net 1 been hebt gedaan, nu natuurlijk het andere been, hè. 2. 1. Here we go, komt-ie. Naar achter. Oh, verloor mijn balans. Naar achter, kom terug. Naar achter, kom terug. Keurig. There we go. That's it. Hoppa. 2. 1. Alright, hey. Hartstikke mooi, waren de benen. Gaan we zwemles doen, yes? Zwemles, dus we mogen plat op de buik gaan liggen. Vanuit daar gaan we een borstcrawl doen. Schoolslag, sorry. Een borstcrawl, schoolslag. Dus, wat ik wil zien. Ik lig hier plat. Lang uit met mijn armen. Kom omhoog. Armen komen achter, boven bij de billen. Kom terug en ontspan. Good. Here we go. Achter en ontspan. Hey, je hoeft je benen niet op te tillen. Alleen maar het voorlichaam, yes? Hey, yo, je mag elke keer even terugkomen en even ontspannen. That's it. Alright, dat was de eerste ronde van zwemles. A-diploma binnen. Nog 2 te gaan. ABC, hè? Ja, ik ben maar tot C gegaan, dus vandaar. Alright, here we go, komt-ie. Laat maar zien, goed. Yes, en zorg dat je je handen de hele tijd van de grond hebt, yes? Dus die glijden niet over de grond. Mijn zwemleraar zei altijd, ik wil grote pannenkoeken. Dus maak lange en grote bewegingen. Netjes. 2, 1. Alright, netjes. Dat was de B. Nu nog alleen de C. Here we go. Yes, alleen hetzelfde. Ja, sorry. 3 keer. 2. 1. Here we go, here we go, here we go. Yes. Terugkrawl, borstkrawl, alles komt terug. That's it. Handen echt boven elkaar, yes. Boven je billen, breng je ze bij elkaar. Zorg elke keer dat je die rug goed optilt, yes. Dat is het belangrijkste, die onderrug. 1. Alright, hey, mogen we weer staan. Oefening 5, de laatste van deze hele circuit. Hey, nu gaan we het ietsje zwaarder maken, dus. Ik begin smal zo meteen. Zak doorheen. Ga wijd. Zak doorheen. Kom weer smal. Wijd. Smal. Wijd. Yes? Alright. 2. 1. Here we go. Komt-ie. Elke keer. Hey, elke keer. Je springt. En elke keer als je landt, spring een zakje door je been. Keurig. Here we go. Hey, heb je geen zin om te springen? Dat je je onderburen niet boos wil maken? Of dat het gewoon net iets te zwaar is, maakt niet uit. Hey, gewoon stappen. Elke keer. Stappen. Elke keer. Keurig. We hebben pauze. Ronde 1. Yes. De 5e oefening is altijd het zwaarst, dat weten we. Hè? Kom maar, here we go. Vlammen. Ga je smal. Wijd. Smal. Wijd. Keurig. Of dus, de statische versie. Keurig. Elke keer. Maar. Elke keer van wijd naar smal. Keurig. Alright, hartstikke goed. Dit was het eerste circuit. Nee, we hebben even pauze. Toch, dit was 2 of was het 3? Kijk, daarvoor moet je trainen met een groep, hè. Die helpen je altijd. Here we go, ronde 3. Keurig. Yes. We staan hier lekker in de zon. Dus warm krijgen we het wel. Keurig, houd vol. Elke keer.
Netjes zakken en weer omhoog. Keurig, ook hier hè. Net zoals bij de squats. Trotse borst. Tijd, nu mogen we dan even wat water. Keurig. Eerste ronde zit erop. Oké, here we go. We gaan eerst in de zijwaartse componenten benen trainen. Dus ik ga weer zijwaarts staan. Zakken door één, kom omhoog, zak door mijn ander. Here we go. Yes. Kijk, weet je, het mooie is, zijwaartse component, alles wat we vaak doen in het leven is recht. Recht toe, recht aan. Dus nu proberen we een kleine angle in te krijgen om deze spieren, voornamelijk de lies, goed te trainen. Allee, hartstikke mooi. Super, was de eerste ronde. Hey, nu doen we het ietsjes dynamischer, yes. Elke keer, ik stap uit vanuit hier, hop, stap door. Yes. Hoppa. Here we go, komt ie. Yes. Als je een mooi muziekje hebt, lekker ritme erop. Keurig. Zoek elke keer wel een goede diepe stretch, dus lekker wijd staan. Been wat blijft staan, mag helemaal recht blijven. Yes. Kom maar. Yes, de soepelheid, hè. Here we go. Alright, keurig. Hey, laatste ronde, yes. Nu wordt het helemaal leuk. Vanuit hier, omhoog, hier, omhoog. Yes. 2, 1. Alright, komt ie. Hop, dus elke keer weer wijd. Naar smal, wijd, naar smal. Yes. Probeer zoveel mogelijk trotse borst te houden. Ja, dus als ik zak, zak ik ook echt door mijn benen. En niet zozeer door mijn rug. Here we go. Keurig. 2, 1. Ah ja, hartstikke mooi. Benen gehad, gaan we weer naar het bovenlichaam. Pushbeweging, dus borst, triceps, voorkant, schouders. Dus zometeen, net zoals bij de warming-up. Ik zit in een lage plank, duw mezelf omhoog, kom weer terug. Duw mezelf omhoog, kom weer terug. Hey, truc is, heupen zo stil mogelijk. Yes, buikspieren aanspannen. Let's go, let's go, let's go. Hey, en dan gaan we een mooi tempeltje erin brengen. Hop, elke keer. Laag omhoog, laag omhoog. Keurig. En de hand die als laatste neerzet, gaat als eerste omhoog. Kom, het is een zware oefening. Gaan we even kijken hoe onze contestant het doen. Allright, even meekijken bij jullie, yes. We hebben even pauze, hartstikke goed. Dit is onze topsporter hier. Let's go, we gaan er. Let's go, goed. Laag, hoog. Kijk, nu doet hij een tempootje, hè. Dat moet hij zien vol te houden. Ronde 3 wel met je rechterarm uitduwen dan, hè. Goed, 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 goed. Hou die heupen zo stil mogelijk als je kan. Hey, merk je dat ze alle kanten op gaan? Voeten ietsjes bij verder uit elkaar, yes. 2, 1. Allright, dat is goed. Dat was de eerste ronde, tweede ronde. Ik zal niet liegen tegen jullie. Nog eentje te gaan, yes. Kom maar. Nee. Deze keer weet ik wel. Allright, komt ie. Derde ronde, goed. Goed. Buikspieren aanspannen, gooi het op slot. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dit is moeilijk, is moeilijk, is moeilijk. Goed, 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 goed. Houd het tempo hoog. Gaat het echt niet meer. Gewoon goed op de knieën. Als je maar in beweging blijft, hè. Dat is het belangrijkste. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Alright, hebben we even pauze. Hartstikke goed. Even spieken hoor. Yes. Ah, kijk. Weer naar de benen. Ja? 10 seconden. Nou, hebben we even pauze en dan gaan we weer. Vanuit hier. Squat naar beneden. Kom omhoog. Tik mijn benen aan. Yes. Squat naar beneden. Kom omhoog. Tik mijn benen aan. Probeer niet te veel te trappen. Probeer echt die benen op te tillen, aan te tikken. Op te tillen, aan te tikken. Op te tillen, aan te tikken. Hey, net zoals bij alle andere squats. Trotse borst, diep door de benen. Yes. Oh kijk, ga ik ook op tikken. Here we go. Goed. 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 Alright.
Even pauze, hartstikke goed. Dat is ronde 1, nog 2 te gaan. Yes? Kijk, op dit tempo van de muziek, ja? Alright, kom maar, here we go, komt-ie. Squat naar beneden, yes. Goed, die knieën omhoog, hè? Net alsof je aan het knieën even bent. Knieën helemaal naar je borst brengen. Keurig. Here we go, here we go. Lekker jellen, achterin, hartstikke mooi. Keurig, 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 keurig. Netjes, houd vol, houd vol, houd vol. 2, 1, alright, even pauze, nog 1 keer. Ja. Lekker toch? Zweten we, een beetje bewegen. Ja, erg hè? Ah, hier komt ie, let's go. Hartstikke goed. Ja, je moet wel vooraan staan hè. Daarom. Volgende picture. Let's go, let's go. Goed. Goed, that's it. Netjes, netjes. Netjes, netjes. Je moet nog eventjes. Nog minder. 2, 1. Alright, hartstikke goed. Hey. Heel mooi. Gaan we in onze hoge plank. Hey. Vanuit 4 heb ik alles recht. Mijn buikspieren aangespannen. Ik til mijn knieën op. En die gaan elke keer naar mijn borst. Hoog tempo. Zet ze neer. Probeer niet te trappen. Yes, je tilt ze op en je beweegt ze. Hey, als de piepers gaan, moeten we al hoor. Dus op. Kom maar. Alright, daar gaan we. Hop, 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 hop. Keurig. There you go. Elke keer naar je borst. En rustig terugzetten. Ja? Keurig, keurig. Rustig gaan tikken. Knieën naar je borst. 2, 1. Alright. Super, eerste ronde. Nog 2 te gaan. Kijk, nu gaat het tempo erin. 2, 1. Let's go. Here we go, here we go, here we go. Goed. Netjes, netjes. That's it. That's it, that's it. Dat is goed optillen met die benen. Keurig, keurig. Netjes, Ries. Probeer eens iets, billen ietsjes laag te houden. Ja, kom maar. Ja, keurig. Dat is mooi. Alright, hartstikke mooi. Ronde 2, nog 1 keer. Nog 1 keer, nog 1 keer. Het is eigenlijk gewoon een soort knieheffen, maar dan in een plankpositie. Alright, here we go. Komt-ie weer. Kom maar, kom maar. Nu zijn we aan het zweten, nu gaat het zwaar worden. Heerlijk, ik had gezegd hè, 5 oefeningen, altijd een van de zwaarste. Keurig. Yes. Keep it up, 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 keep it up. 2, 1, en pauze. Water, jullie hebben het weer verdiend. Hartstikke goed. Oké, wat we zo meteen gaan doen, we gaan de schouders aanpakken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we ze eerst een beetje moe maken. Dus we doen verschillende push-up vormen, wat plankhoudingen. En vanuit daar gaan we rotaties maken. Juist voor die kleine spieren, dus rotator cuffs. Hey, alright, zijn we klaar voor? Zometeen. Eerst gewoon push-ups met plank reach. Yes, dus here we go. Alright, we gaan push-ups maken. Kom maar. Kom, 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 kom. Yes, here we go. Hey, vanuit hier. Ga naar beneden. Kom omhoog. Hand. Yes, naar beneden. Hand, here we go. Kom op, let's go. We zijn begonnen. We hebben vandaag geen piepjes nu. Here we go. Goed, naar beneden. Hand, yes, naar beneden. Hand, keurig. Here we go. Alright. Super. Hey, oké, gaan we het moeilijker maken. Yes, dus we gaan van heel wijd een push-up naar eentje smaller. Yes, en een push-up naar zo smal mogelijk als we kunnen. En een push-up. En dan gaan we weer eentje wijder. Yes, push-up. Heel wijd. Vanuit hier. Push it. Yes. Here we go. Keep it up. Yes, we proberen zoveel mogelijk repetities te doen. Dus lukt het niet meer, dan gaan we door op je knieën. En je blijft zoveel mogelijk in beweging. Alright.
ik begin wel moe te worden. Dus, dan stoppen we er snel mee. Allright, mogen we staan? Here we go, mogen we staan, mogen we staan, mogen we staan. Armen gaan gestrekt. Zo wijd mogelijk, yes. Kleine cirkels gaan we draaien. Here we go, kleine cirkels. Ja, hou je armen zo gestrekt mogelijk. En we blijven draaien. Keurig. Yes. Alright, hey. Voel een kleine versturing. Gaan we de andere kant op, yes. Andere kant, andere kant, andere kant. Dus. Here we go, hou ze gestrekt, yes. Helemaal, helemaal, helemaal lang. Helemaal lang, zorg dat je ook die rotaties in de schouders hebt. Alright, alleen nog maar op en neer. Oh, makkelijk toch? Dit valt reuze mee. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Goed, hou het strak, hou het strak. Alright, hey, indraaien, helemaal uitdraaien. Helemaal indraaien, helemaal uitdraaien. Probeer hier ook zoveel mogelijk die schouders erin te draaien, yes. Dus echt overdreven. Helemaal naar achter, helemaal naar voren. Ja? Hou het vol, we zijn er bijna, yes. Oké, okay, nog één keer. Alles heel snel. Kleine cirkels. 1. Alles 5 seconden. 2. 3. 4. 5. Andere kant op. 1. 2. 3. 4. 5. Op en neer. 1. 2. 3. 4. 5. En alleen nog indraaien. 1. 2. 3. 4. En laat die schouders zakken. Ontspan. Hartstikke goed. Alright. Dat voelt wel lekker als je ze mag loslaten. Hé, hey, zijn we klaar voor? We gaan nu naar over naar core, buikspieren. Dat doen we in een heel circuit. Dus eigenlijk doen we elke keer 20 seconden een bepaalde oefening. En we hebben 5 seconden om te ontspannen. 20 seconden een andere oefening. 5 seconden om te ontspannen. Nog een keer 20 seconden. En dan hebben we even iets meer pauze. Yes? Hey, we beginnen in een zijplank, yes? Dus eerst gaan we voor stabilisatie van de core. 2, 1, here we go, komt-ie. Ja, oh, keurig. Hey, duw de hele tijd. Heup omhoog, hè? Heup omhoog, dat is het belangrijkste. Yes, alles in een rechte lijn. Hey, lukt het even niet, dan leun je op je knie, yes. Maar dan duw je wel de hele tijd bewust die heup omhoog. Keurig, hou hem vast, hou hem vast, hou hem vast. 2, 1. Alright, 5 seconden om even te ontspannen. Draai naar je andere kant. 2, 1. Here we go, komt ie. Keurig, duw die heup omhoog. Here we go, here we go, here we go. Netjes. Hey, zorg dat je je tenen eigenlijk in lijn hebt met je hand, hè. Alles in een rechte lijn. Zijn er bijna? 3, 2, 1. Alright, hey, rechte plank, yes. Zij, recht. We hebben onze stabilisatie van de core gehad. Here we go, komt-ie. Yes. Lekker. Alright, keurig. Om en om, om en om. Hey, bewust die buikspieren aanspannen, hè. Dat is het belangrijkste. Bewust die aanspannen. En de rest, hou het gewoon vol. 2, 1, alright, keurig. Hey, dit was de eerste minuut. Nog 5 minuten te gaan. Ja? Net hebben we alles statisch gehouden. Nu gaan we eigenlijk dynamisch doen. Dus we hebben zo meteen een zijplank. Je heup laat je vallen en je brengt hem weer omhoog. Komt-ie. 2, 1, here we go, komt-ie. Yes. Dus ik laat mijn heup vallen. Naar de grond, breng hem weer omhoog. Naar de grond, breng hem weer omhoog. Keurig. Netjes. Probeer hem ook echt zo hoog mogelijk uit te duwen, hè. Elke keer. Hoog mogelijk. Keurig. There you go. That's it. Hoppa. 2, 1. Alright, keurig. Ontspan, 5 seconden. Naar de andere kant. 1, here we go. Goed. Goed. There you go. Blijf in een rechte lijn, hè. Blijf in een rechte lijn. Here we go. 10 seconden nog. Goed. Goed. 2, 1. Alright, keurig. Hey, gaan we naar onze rechtse plank. 2, 1. Alright, keurig. Hey, voet gaat naar buiten, komt weer terug. Voet gaat naar buiten, komt weer terug. Here we go. Netjes. Ja, hier. Keurig. Wij moeten wel aan het ritme zitten, hè? Anders stoten we voeten. Keurig. 2, 1. Alright, hartstikke goed. Netjes. Komt eraan de muziek. Alright, hey, onze stabilisatie van de core gaat. Gaan we nu echt naar de abs, yes? Dus alleen de buikspieren. We beginnen met de vaste 3. Korte crunch, schuine crunch, volledig zitten. Here we go, komt ie. Keurig. Hey, tilt alleen die schouders op. Duwt als het ware je navel in de grond. Yes,
Dus dat is de enige beweging. Stel je voor, ik heb mijn armen gestrekt. Wil ik ze eigenlijk net bovenkant van mijn knieën aantikken. Twee. Lekker maar. Alright. We hebben 5 seconden om te ontspannen. Daarna kom ik omhoog. Tik de buitenkant van mijn kuit aan. Here we go, komt ie. Yes. Let's go. Keurig. Til ook echt die schouder op, hè. Schouder op in de richting van die kuit. Here we go. 2, 1. Alright, weer 5 seconden om bij te komen. Dan ga je nou volledig zitten. Dus kom omhoog. Kom weer terug. Kom omhoog. Ga weer terug. Hey, mag van mij best prima met die armen gooien. Let's go. Here we go, here we go. Zolang je maar als je terugkomt, eerst je onderrug het matje of de grond laat raken. Yes? Eerst onderrug. En daarna helemaal lang uit. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Keurig. 2, 1 en tijd. Hartstikke mooi. Dat was ronde 2. Hartstikke goed. Hey, leggen we nu de focus op de onderste buikspieren, yes? Dus we gaan zo meteen liggen. Hey, een navel in de grond, 1 been hoog, andere gaat naar beneden. Here we go, komt ie. Let's go. Here we go, here we go. Goed. Hey, als ik mijn armen of mijn handen onder mijn rug wil steken, dan kan dat niet, hè. Ik duw de hele tijd mijn onderrug in de grond. Here we go. Keurig. 2, 1 en pauze. Hartstikke mooi. Hey, ga ik liggen? Oh, sorry, zitten. Mijn fout. 1 knie naar mijn borst, andere knie naar mijn borst. Kom maar. Yes. Hoppa. Goed. Goed. That's it. Ja. Als ik mijn knie naar mijn borst breng, breng ik ook mijn borst naar mijn knie. Hey, ik kan ze ook in de lucht houden. Maar dan is het belangrijk dat ik ze eerst naast elkaar zet, voordat ik hem weer terugbreng. Yes, even pauze. Hartstikke goed. Voeten gekromd, schouders van de grond, 1 been naar de grond en dan de ander. Here we go. Netjes. Yes. Hey, belangrijkste is, hè, even vasthouden en dan breng je hem terug. Even vasthouden, dan breng je hem terug. Hoeft niet heel lang, halve seconde is prima. 2, 1 en tijd. Hartstikke goed. En weer even pauze. Lekker, hè? Heerlijk. Hey, onderste buikspieren voornamelijk gehad, gaan we nu wat meer op de obliques, de zijkanten en de bovenste buikspieren, schuine buikspieren. Yes, voet in de lucht. Here we go. Laat hem vallen. Breng hem omhoog, andere kant. Yes, hey, net boven de grond. Breng ze weer omhoog naar de andere kant. Als dit te zwaar is, prima. Dan krom je je benen ietsjes, hè. Here we go. Good. Keep it up, keep it up, keep it up, keep it up. 2, 1 en pauze. Super. Zet je de enkels tegen elkaar. Ga ik ze elke keer aantikken. Here we go. Hey, dat doe ik door in de zijkant samen te knijpen, yes? Alsof iemand de hele tijd vervelend in je zij knijpt. Dat is het gevoel wat je wil creëren. Dus knijp je obliek samen. En dan zijn we er bijna. Hey, enkels tegen elkaar, maar ruk op. Goed. En probeer ze echt aan te raken, hè? Alright, hartstikke goed. Mogen we recht overeind zitten. Fijn, hè? Ietsjes naar achter leunen, schouders niet draaien. Here we go. Komt-ie, goed. Yes, mag je voeten optillen. Mag ze ook neerzetten, is geen probleem. Zolang je maar zorgt dat die schouders draaien. Yes, het zijn niet mijn handen, het is voornamelijk die schouders. Het is een hele rotatie vanuit de torso. Here we go. Keurig. 2, 1 en tijd. Hartstikke mooi. Yes. Hartstikke goed. Gaan we naar de leukste serie, yes. Korte crunch, maar je houdt hem 2 seconden vast. Ja? 2, 1, here we go, komt-ie. Korte crunch, ik tel voor mezelf. En ik ga weer terug. 21, 22, en je gaat weer terug. 21, 22, en je gaat weer terug. En als ik boven ben, ik knijp ook echt die buikspieren samen, yes. Zo hard mogelijk, als ik kan. En dat hou ik 2 seconden vast. Alright, we hebben even pauze. Hartstikke mooi. Mag je lekker lang uitleggen? Geniet ervan. Van, we gaan nu snelle sit-up. En gaan we zo langzaam mogelijk terug laten vallen. Let's go, we zijn al bezig. Let's go, let's go, let's go, let's go. Keurig, dus ik gooi mezelf omhoog. Gaan we mezelf zo langzaam mogelijk terug laten vallen. Hey, werveltje voor werveltje, hè? Yes, kom maar. Keurig, kijk, daar wordt effort gegeven. That's it. That's it. Hey, ook als ik de grond raak, zo langzaam mogelijk. Alright, keurig. Gaan we weer zitten. En komt-ie. Benen omhoog. Here we go. Benen omhoog.
Hey, schouders duw ik ietsjes naar voren. Yes. Juist een beetje gebogen zitten. Buikspieren aanspannen. Hoe verder mijn voeten, hoe zwaarder. Hoe dichterbij, hoe lichter. Red ik het echt niet meer. Kan ik even twee vingers eronder doen. Kan ze ook neerzetten, maar hier blijft 20 seconden spanning op. Yes. Kom op. Super. Hartstikke goed. Heerlijk. Daar waren de buikspieren. Easy peasy lemon squeezy. Alright. Nog even stretchen. Zet even de piepers uit. Abba. Ah, juist. Hartstikke goed. Yes. Hey, alright. Terwijl we zitten en een beetje bij mogen komen. Twee voeten naar elkaar toe. Yes. Komt die heupen mogen vallen. Zo ver mogelijk. Je kan met je elleboog ietsjes uit elkaar duwen. Lekker, joh. Netjes. Zeven en acht. Keurig. Schud ze eventjes los. Ontspan. Hey, gaat één been gestrekt. De andere been wordt ingevouwen. Buig nu naar voren en probeer deze been te pakken. Het belangrijkste is dat dit been gestrekt is. Dat betekent dat ik hem iets hoger mee moet pakken. Is het ook prima. Yes. Ja. Gewoon keurig. Ja, netjes. Alright, ontspannen eventjes. Gaan we naar de andere kant. Precies hetzelfde. Even lang. Zes, zeven en acht. Alright, mogen we weer eventjes ontspannen. Eén been is gestrekt. Andere vouw ik schuin links achter me. Yes. Hey, knie blijft op de grond en ik ga zo ver mogelijk naar achter leunen als ik kan. Ik zoek juist die stretch op in het bovenbeen. Ja, sommige zijn echt lenig. Zeven en keurig. Gaan we naar de andere kant. Here we go. Zeven en acht. Keurig. Alright. Gaan we naar de iets moeilijkere. Ja, we mogen eerst een ontspanning houding liggen. Dus ik vouw één been in. Ja. Nu ga ik hier tussendoor. Ja. Pak ik dit been beet. En die trek ik zo ver mogelijk als ik kan naar mijn kin. Ja, dan voel je een beetje een stretch hier in de bil hamstrings. Yes, een soort pretzel ben je eigenlijk. Ja, alright, super. Andere kant. Eerst invouwen. Vanuit daar, onderdoor en naar je toe trekken. Goed zo, zeven en acht. Alright, keurig. Hey, alleen nog naar de laatste, ja? Mogen we even twee knieën zitten. Hey, je maakt jezelf lang, ja? Je maakt jezelf lang, 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 lang. Dus vanuit hier, ik duw eigenlijk als het ware mijn schouders in de grond. Yes, en ik ga zo ver mogelijk. Alright, dan ga ik naar voren. Kom ik omhoog. En laat mijn heupen vallen zo ver mogelijk. Alright, hey, kom ik omhoog. Vanuit hier. Ja, onderdoor. Ga ik doen alsof daar een balletje ligt. En ik ga hem zo ver mogelijk als ik kan. Ga ik hem bijpakken. Zo ver mogelijk, zo ver mogelijk. Duw als het ware. Schouder in de grond. Stretch in die rug. Keurig. En hou ik hem terug. Dan draai ik open. En doe hem precies hetzelfde aan de andere kant. Daar, onderdoor. Duw mijn schouder in de grond. Yes, en ik draai hem open. Keurig. Alright, klaar voor vandaag. Super, goed gesport.